belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De politie is dicht bij het oplossen van de moord op rapper Bucci. Dat meldt de Extra vandaag op de voorpagina. Rochendel Bonifacia Winster, beter bekend als Bucci, werd in de nacht van 8 op 9 december in Santa Maria doodgeschoten. De politie trof naast het lichaam 8 verschillende hulzen aan. De politie is direct na de moord met veel man op de zaak gezet en lijkt nu dicht bij het oplossen, aldus de Extra. De moord op rapper Bucci heeft tot veel emotionele reacties in het hele Koninkrijk geleid. Niet alleen op Curaçao, waar direct na de moord fans bijeenkwamen om hem te herdenken. Ook in Nederland, waar veel fans hebben stilgestaan bij de moord op hun geliefde rapper. En in Sint Maarten, waar fans een spontane herdenkingsdienst hielden ter nagedachtenis aan Bucci. Ondernemers in de Free Zone dreigen Curaçao te verlaten. Als er niks verandert, moeten ze per januari volgend jaar 22% belasting betalen op winst die in het buitenland is behaald. Dat is volgens de ondernemers in vergelijking met omliggende landen een enorm hoog aantal. Ze denken er dan ook sterk over zich in het buitenland te gaan vestigen. Dat zou betekenen dat per direct 600 arbeidsplaatsen verdwijnen op Curaçao en indirect tot bijna 2000 mensen zonder werk komen te zitten. Ze hopen dat het parlement nog voor het eind van dit jaar de verhoging van de belasting ongedaan maakt. Wendel Meulen, voorzitter van de vakbond UGTK-CADMU, heeft een brief gestuurd aan het Curaçaose parlement. Hij wil dat het parlement ervoor zorgt dat ABC Busbedrijf de oude subsidie weer krijgt, namelijk een bedrag van meer dan 9,1 miljoen gulden per jaar. Dat bedrag is in de afgelopen periode flink gedaald en dat zorgt voor problemen bij ABC Busbedrijf. Momenteel krijgt het bedrijf 7,8 miljoen per jaar, maar daardoor kunnen er heel veel zaken niet goed verlopen bij ABC Busbedrijf. Dus Meulen wil dat het parlement de subsidie weer aanpast. Na Qualectra, nosa tuma tembo pa serbibo or kumasta kuminibo. Yama no centro de cliente na telefon 0800-035-1001 pa chebierne fo di setor de mente te ku setor de noci pa turno servicio nan af pa transita. Si bo ketra sita pa cha sabra, tambe por or. Po por scoje pa trabo sita, riba aqualectra.com y provecha mesora pone bo documento na cerca pa bo bishita cerca nos bai mas fácil. Sì, Aqualectra su centro di cliente vuota clapa sul vivo na e momento cuta cumini a bo. In de discussie met het Nederlandse kabinet over het aanbieden van excuses voor de slavernij is er een brief gestuurd waarin onder meer wordt gesteld dat de nazaten van de slachtoffers van de slavernij een herstelfonds moeten krijgen. Ook moet het woord neger strafbaar worden gesteld en Zwarte Piet uit het publieke domein verdwijnen. Het gaat om organisaties als Zwart Manifest, Kik uit Zwarte Piet, de Black Archives, NINCE en de vereniging Antilliaans Netwerk, die een lijst met randvoorwaarden naar de Nederlandse regering hebben gestuurd. Afgelopen week was er al veel nieuws over agenten die op Curaçao op non-actief zijn gesteld. Ook zijn er verschillende agenten in het afgelopen jaar veroordeeld. Dat heeft vaak grote gevolgen, zo schrijft de Extra vandaag over een 46-jarige hoofdagent. Die was veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf wegens mishandeling. Afgelopen weekend kreeg hij te horen dat hij definitief niet terug kan keren als agent. Hij is dus zijn baan kwijt. Afgelopen weekend zijn 10 Truckee Punks en restaurants gecontroleerd. Het gaat om zaken onder meer op de Schottengatweg Oost en aan de Krakersbaaiweg. In de meeste gevallen was alles qua vergunningen in orde en dat is in het verleden wel eens anders geweest. Bij 2 zaken waar een waarschuwing moest worden gegeven, ging het in 1 geval om te harde muziek en in het tweede geval over het feit dat de vergunningen niet tijdens de controle in de zaak aanwezig waren. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.